De Afferdense en Deestse nevengul is eindelijk begonnen met stromen. Rijkswaterstaat, Bosbeheer en burgers verzamelden vrijdagmiddag om de verwijdering van de laatste dijk te vieren. Bij aankomst was er echter geen dijk meer te zien. Projectleider Karen Oostenga vertelt dat die wegens hoogwater woensdag al afgebroken moest worden. Het water is redelijk snel omhoog gekomen op dit moment. Dat is natuurlijk een goed teken, want dan kan de nevengul ook zijn werk doen. Maar de veiligheid vinden we heel belangrijk, dus vandaar de dijk alvast even weg. Maar we kunnen hier wel met z'n allen mooi staan om aan te tonen dat we wel een mijlpaal bereikt hebben. De nevengul is een project waar al sinds de jaren 80 over gepraat werd. De werkzaamheden begonnen in 2015 en nu zal het nog maar een jaar duren voordat het project klaar is. Met een lengte van 4,5 kilometer reikt de geul van Deest naar Druten. Het is daarmee een van de langste nevengeulen van Nederland. We hebben hier een nevengul aangelegd en een heel gedeelte van het gebied afgegraven. Daarmee bereiken we ruim 4 centimeter waterstandsdaling. Wat we verder ook doen is natuur. Het is een belangrijke plek voor planten en dieren om te wonen en te leven. En het is ook een heel mooi gebied die uiteindelijk voor alle bewoners hier gebruikt kan worden om te gaan wandelen. Ook al was de laatste dijk al verwijderd, na de toespraak van Oostenga werd nog steeds de champagne opengetrokken. De Drutense wethouder André Springveld was ook aanwezig bij de viering. Volgens hem is het een mooi, maar belangrijk project. Ja, van de zomer stond het water zo laag dat er geen water stond. En vandaag staat het weer zo hoog dat het dammetje woensdag al weg moest. Omdat het niet tegen te houden was. Nou, dat is nou precies ook de reden dat dit hier aangelegd is. Ja, we moeten kijken dat we die natuur wel de ruimte geven. Maar we moeten kijken dat we het water de ruimte geven. Dat we zonder weer veilig zitten achter de dijk. En dat je daardoor ook nog een mooi stukje natuur in het gebied ontwikkelt. Ja, dat is helemaal fantastisch. Win-win zou ik zeggen.